je merkte wel dat daar paniek heerst op een of andere manier. Want wat hun verteld was, dat was een of andere bom gegooid, wat Hiroshima vernietigd had. En iedereen was een rep aan roer. En men hoorde later, de dag later, hoeveel doden daar al gevallen waren. Dat was ook in de duizenden, tienduizenden doden. Of de eerste klappen in Hiroshima, als ik me niet vergis, was al iets van 100.000, over de 100.000 doden. Ja. Dus die kreeg al iets mee toen de eerste bom al was gevallen. Niet weten dat die tweede bom drie dagen later in Nagasaki viel.